Op dinsdag 19 april werd in Zomer voor de 10e keer het praktisch verkeersexamen georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland afdeling Zomeren met hulp van de verkeersouders. Hoe ziet dit fietsverkeerexamen eruit vandaag? Alle kinderen van alle basisscholen van groep 7 die komen naar de Ruchten. Daar krijgen ze een huisje aan met een rugnummer. En dan gaan ze route fietsen door Zomeren. Langs de posten zitten ouders, 2 en 2. En die beoordelen of ze de hand uitsteken, of ze op het verkeer letten, of ze fouten maken. En aan de hand daarvan, daar kijken wij na. En dan weten wij of ze geslaagd zijn of niet. En waarom is zo'n verkeersexamen dan zo belangrijk? Verkeer is onvoorspelbaar. En het is belangrijk dat kinderen daar zelf in gaan schatten wat ze moeten doen in het verkeer. Dus vanmorgen waren er al leerlingen van, als er iets gebeurt, wat dan? Ja, in het verkeer kan altijd iets gebeuren. Ik zie daar hier ook een fietscontrole is. Waarom is het hier? Nou, wij voelen ons eigenlijk wel verantwoordelijk voor de kinderen. Dus wij vinden dat het niet kan dat kinderen gaan fietsen met slechte remmen of wat dan ook. Dus wij voelen ons eigen verantwoordelijk. Dus daarom die fietskeuring. En hoe heb je jezelf voorbereid hierop? Weet ik niet. Heb je op school al wat gedaan om te oefenen? De foto's bekeken. En wat denk je daar allemaal tegen te komen onderweg? Auto's, ja. En waar ga jij op letten als je aan het fietsen bent? Hand uitsteken, omkijken, stoppen. En met hoeveel fietsen jullie tegelijk? Twee. Ja, alleen achter elkaar en een grote ruimte ertussen. Ja. Succes om even te uitkijken. Heb je vannacht een beetje kunnen slapen of was het te spannend? Nee, ik had goed kunnen slapen. En wat verwacht je daar al wat tegen te komen, behalve auto's? Verkeer. Denk je dat je het gaat halen? Ja. En vorige week hebben jullie een theorie-examen gehad, heb je dat gehaald? Ja. Iedereen. We moeten kijken of de kinderen stoppen bij de zebrapad als er iemand over het zebrapad wil gaan lopen. Of ze hier de hand uitsteken als ze naar rechts af willen slaan. En ze moeten nu in verband met de werkzaamheden moeten ze te voet met de fiets aan de hand over het voetpad lopen. En waarom helpt u ermee? Dat is ons gevraagd. Op school doen we ook brigadier. Ik denk vanwege die. En heeft u dat al vaker gedaan? Dit nog nooit. Eerste keer. En hoe doen de kinderen het? Goed, ja.